Forum voor Democratie gaat weer het land in. We noemen het een theatertour omdat we eindelijk weer de theaters, de zalen in kunnen. We gaan naar alle delen van het land, alle provincies. En komende zaterdag 5 maart trappen we af in Friesland en in Gelderland. We doen 2 events die dag. Kom snel naar onze website en reserveer je kaarten als je erbij wil zijn. Want het aantal plaatsen is natuurlijk beperkt. Anders dan bij onze manifestaties met de Vrijheidskaravaan, waar oneindig veel mensen bij konden zijn, is het hier beperkt plaats. Maar ik denk dat het een hele bijzondere sfeer wordt. Ik denk dat het een heel fijn soort samen zijn wordt. En wat is er veel te bespreken? Natuurlijk over de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart, waar we in 50 gemeenten meedoen. Maar ook over de actuele situatie in Oekraïne. De bizarre aantijgingen tegen mij en tegen Forum dat wij pro-Poetin of pro-Rusland zouden zijn. Dat is een totale onzin. Wij willen vrede en dat kan door precies te doen waar we ook al voor pleiten in 2016 met het associatieverdrag met Oekraïne. Namelijk een neutrale positie, een tussenpositie voor Oekraïne tussen Oost en West. Het kan nog steeds een diplomatieke oplossing in plaats van een wereldoorlog. Volgens mij is dat gezond verstand. Daar gaan we het natuurlijk over hebben. Vragen uit de zaal zijn mogelijk. We gaan het ook over corona hebben. Mijn nieuwe boek, Het Coronabedrog, is net uit. Ik signeer boeken. Ik vertel erover. Anderen zijn er ook bij. Gideon is erbij. Gideon van Meijeren, Freek Jansen, Simone Kersenboom, Pepijn van Houding, onze Kamerleden, maar ook Ralf Dekker, Joyce Vastenau, de lokale gemeentepolitici van Forum voor Democratie. Het wordt kortom geweldige events. Ga snel naar fvd.nl en meld je aan. Tot bij een van onze bijeenkomsten. Tot dan!